Over de Rooien. Rutger, goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat ie? Heel goed. Nou, lekker. Wie gaan we in de zaak nemen vandaag? Jeremy. Hoe kennen jullie elkaar? Ja, hij is een kameraad voor mij. En is Jeremy iemand die makkelijk over de zeik te krijgen is? Is het een beetje een man met een kort lontje, zeg maar? Ja, op de manier hoe ik hem tegenaan zou gaan nemen, denk ik wel. Nou ja, we zijn heel erg nieuwsgierig. We gaan het gewoon niet te lang laten duren. We verbinden je door met Jeremy. We bellen hem natuurlijk anoniem. En als hij zegt, belde jij net ook al, gewoon ja zeggen. En we wensen je heel veel succes, Rutger. Oké dan. Daar ga je. Dank je. Hallo? Meneer Rutger. Heb je me net ook al gebeld? Ja, ik had net ook al gebeld. Waarom dat dan weer? Ik weet dat ik net was. Ja, maar ik heb net bij jou thuis die auto opgehaald voor jou. Ja. En op de terugweg reed er in één keer politie achter me aan. Ja, jij rijdt dus geen probleem toch? Ja, maar ik reed op de snelweg en ik reed 160. Kneus. Bij een wegafzetting waar je 80 mocht. Je hebt al 2 boetes gehad. Ja, je mag je ouders voor je ouders niet eens gebruiken. Ja, nou, dat weet ik ook wel. Daarom heb ik dit jou meegenomen. Maar, ja, maar je nu heeft de politie jouw auto ingevorderd. Nou, wat zei je? Nu heeft de politie jouw auto ingevorderd. Ja, nu? Waar ga ik hem ophalen? Ik heb geen idee. Maar ik zit nu nog op het politiebureau en ik zit daar... ik moet daar denk ik daarnaast over. Ja, ik kom eraan. Ja, ik denk... Rug, mijn ouders dit horen. Ja, maar... Oh. Ik zit... Ja, ik kan er ook niet echt veel aan doen. Ik moest snel naar huis toe. Meneer Boers. Echt? Meneer Boers, mag ik u heel even onderbreken? Zou u even tegen uw vriend willen zeggen... Het heeft geen zin dat hij hier naar het bureau komt natuurlijk. Want wij zitten daar ook verder niet op te wachten. Voorlopig krijgt hij die auto natuurlijk niet terug. Dus kunt u het gesprek even zo langzamerhand gaan afronden? Want we moeten even verder met de aangifte. Ja, is goed. Ja, Karel, ik kan er verder ook niet aan doen, maar... Ja, daar zie je politieagent. Ja, laat mij even spreken dan. Ja, dat wil hij niet. Ja, maar je kunt niet zomaar... Nou, doe maar even kort dan. Geef maar even hier. Ja, als je... U kunt dan niet zomaar auto invorderen. Cremers, goedenavond. Hallo? Ja, goedenavond. Hoe kunt u de auto invorderen? Ja, we hebben de auto ingevorderd. En, ik weet niet of u het verhaal net heeft gehoord, maar hij reed meer dan 80 kilometer te hard. Ja, dit is levensgevaarlijk rijgedrag. Onze reactie is dan eerst invorderen. En dan gaan we later rustig uitzoeken van wie de auto is. Als het inderdaad uw auto blijkt te zijn, dan kunt u hem binnen 3 weken weer terug hebben. Binnen 3 weken? Ja. Maar ik geef u weer even aan uw vriend, want wij moeten hier door. Dus wij willen hier toch graag afronden. Meneer Boers, alsjeblieft. Ja, Karel, ik kan er ook verder niet veel aan doen. Maar ik hoop dat je die auto zo snel mogelijk weer terug hebt. Rugger, ben je nou aan het liegen tegen mij? Nee. Die agent zat net tegen mij 80 km per uur te hard. Je reed op snelweg. Je reed bij een wegafzetting. Dus je hebt 200 gereden. Nee, bij een wegafzetting. Oh, ik geloof je echt niet meer, Rugger. Nee, echt zo. Oh. Hoezo zou ik hierover liegen? Nou, omdat je wel eens vaker hebt gedaan. Ja, dit keer niet. Ik wou dat ik loog. Lul, echt. Oh. Ja, sorry. Ik heb volgende week die auto nodig. Mijn ouders gaan op vakantie. Ja. Hoe kom ik op mijn stage dan? In de bus. Ja, naar bad meneer zeker. Uur in de bus. Ja. Hey, ja. Jeremy. Je bent live op radio... Je bent live op radio 538! Rutger! Ja. Waarom al hoe je dan mee? Ik zit in Over de Rooien, maar de vraag is het Over de Rooien, heren? Ja, jullie kunnen mij aankijken, maar jij bent Rutger voor mij staat dit probleem. Ik vond wel dat hij... Ik vond dat hij cool bleef, hoor. Ik vond dat hij geloofde hem ook niet. Ja, maar je kent mij, ik wil altijd prijzen weggeven. Dat is wel waar, natuurlijk. Ja. Voor de maandag? Ja. Het is ook einde van de maand. Ja. Heb je hem klaarstaan of niet? Ja, natuurlijk. Prijzen! Rutger, jij bent me echt wel schuldig, weet je dat? Nou, dat komt allemaal goed, Jeremy. Want Rutger, gefeliciteerd. Je wint een zelfontworpen smartphone case van OntwerpenCase.nl. Plus 4 tickets voor Versus 13-year anniversary op 25 april. En Versus in Hasselt. Dat was nog niet alles. Plus een fles bubbels. Plus 2 tickets voor een feest naar keuze op clubjudge.com. En deze prijzen worden verzorgd door Clubjudge. Hoi. Echt ja? Is dat alles ja? Hey. Rutger. Echt ja, Rutger. Ja. Shit. Ik weet dat het is een lul, echt. De avondploeg.